Voor de realisatie en versnelling van betaalbare woningen op de vroegere kazerneterreinen in Ede-Oost krijgt de gemeente Ede een financiële bijdrage van 3,5 miljoen euro van het Rijk. Dat is donderdag 18 februari bekendgemaakt door minister Ollongreen van Wonen. Nou, we zijn daar voortdurend bezig met uh, mooie huizen te bouwen. Hè. Dat zijn allerlei type huizen: uh, dure huizen, goedkope huizen. En, uh, wat we vandaag uh, van het ministerie te horen gekregen hebben, is dat wij gehonoreerd zijn in de woningbouw, woningbouwimpuls. ...vaak heb je ook voor gebiedsontwikkeling... ...voor iedere portemonnee heb je hulp van het Rijk nodig. En wat wij vaak doen is verschillende gebieden daarvoor aanmelden. We willen gewoon mooie gemixte woonwijken willen we realiseren. Kazenenterrein is een hele mooie omgeving. Dan gunnen we iedereen een, een woonomgeving. En soms dan kom je niet altijd uit met wat wij noemen dan de business case... ...met de begroting. Soms komen we geld tekort om goedkope huizen te bouwen. En in sommige gevallen zet dan ook het Rijk, het Nederlandse overheid... Een, ...ja, die zet zich daarvoor in en die geeft dan geld af. Nou, dat is natuurlijk iets wat iedereen wel wil in Nederland. Dus daar moet je ja, een, een verzoek toe doen. En uh, uh, deze week hoorden wij dat die voor 1 of 3,5 miljoen is ge, uh, gehonoreerd, zoals het heet. Ja, betaalbare woningen op Kuzenetrein is iets uh, wat je graag uh, wil. Je wil geen, uh, ja, dat klinkt een beetje gek. Je wil niet alleen villa-wijken bouwen. Je wil ook geen achterstandswijken meer bouwen. En wat we uh, vandaag de dag doen met ruimtelijke ordening is zoveel mogelijk mooie gemixte wijken bouwen. Ja. Dus al met al, uh, uh, u bent tevreden. Ja, nou collega Ritsema is tevreden. Het college is tevreden. Collega Ritsma gaat over wonen. En voor hem is het heel belangrijk dat dit soort bedragen binnenkomen. Ik ben van de ruimtelijke ordening. En als college zijn we gezamenlijk heel erg in ons, in ons element. Ja. Iets verderop, het horenpark. Ja, het Hora-park is voor ons een hele interessante locatie om daar wat anders te gaan doen wat we tot nu toe daar gedaan hebben. Veel kantoren staan er, maar door de verminderde vraag naar kantoren kijk je ook naar andere functies. En dat zijn natuurlijk betaalbare woningen. We hadden het er net al over. Als alle plannen doorgaan, wat gaat er dan gebeuren? Nou, wij hebben daar tussen de 400 en 600 woningen in gedachten. Dat zijn, eh, laten we zeggen, 500 woningen in het hele gebied. Dat is best wel een opgave. Wij denken dat het gebied dat aan kan. En wij vinden het hartstikke leuk als allerlei, allerlei portemonnees... Allerlei verschillende inkomens daarvan de schitterende omgeving kunnen genieten met een koper van uw woning. Nou, we hebben nu uh, uh, een aantal marktpartijen bereid gezien om met ons uh, uh, te kijken naar de, naar de eerste locaties die daarvoor in aanmerking komen, die verzamel uh, kantoorgebouwen daar. Uh, uh, we hebben meer plannen nog aan de achterkant. We hebben allerlei ideeën over, over, een, een, ja, over een totale transformatie, zoals dat heet. Maar we beginnen nu in eerste fase met wat we noemen startnotitie. Hè? Alle eisen aan de buurt uh, uh, die schrijven netjes op, hè? hoe moet er gebouwd worden, wat, doen we, wat doet dat met de verkeersbewegingen. Kijk, het is natuurlijk een hele mooie rustige buurt. Hè? Het is uh, Hora en dat staat voor herstellingsoord rustbehoevende ambtenaren van vroeger uit. Dus mensen zijn daar rust en kwaliteit van leven gewend en in de nieuwe woonsituatie moet het weer denken aan de oude Hora-bestemming. Uh, al met al, uh, er komt dus nu een startnotitie. Gaat u ook nog in gesprek met de buurt? Jazeker gebeurt dat. Ja, de commerciële partijen doen dat, wij doen dat. En we gaan zeker ook in gesprek met de gemeenteraad hè, over dit soort uh, transformatieplannen. Het mooiste wat je kan doen is bestaande ruimte benutten. Hè. Waarom zou je continu het weiland in willen gaan als we zoveel mooie locaties in Ede kunnen herbenutten? En dat is transformatiegedachte en dat moeten we ook doen. Uh, Ede heeft gewoon veel betaalbare woningen nodig, simpel altijd.